Waarom denk jij dat Teerfund via de kerk werkt? Ik denk dat Teer via de kerk werkt omdat als het goed is in de kerk mensen komen die een bewogen hart hebben en die in de voetsporen van Jezus willen volgen. Dus het recht willen brengen waar het niet gebracht wordt of waar het niet is. Ik denk dat jullie via kerken werken omdat dat natuurlijk een plek is waar je veel christenen kan bereiken en in beweging kan brengen. Ik denk zelf als je met een gemeenschap werkt. Die kunnen elkaar weer aansporen, die kunnen zelf groter worden. Zonder dat je van buitenaf, denk ik, elke keer daar de zwengel aan moet geven, in stand moet houden. Op een gegeven moment moet het zo zijn dat die gemeenschap met elkaar de boel verder moet gaan draaien. He, dus dat je er weer eigenlijk uitstapt, dat een teer eruit stapt. En ik denk dat als je dat te veel individueel doet, allemaal individuele eikpuntjes, dan wordt het niet zichtbaar genoeg en groeit het niet genoeg en moet je erop blijven zitten. Ik vind het goed, omdat tijd en aandacht is nodig voor die mensen. In plaats van eenmalige hulp is die blijvende hulp om te opbouwen belangrijk. Ja, ik vind dat heel mooi dat je eigenlijk die mensen zelf ergens toe aan wil zetten. En een kartrekker maakt dat weer iets in beweging kan zetten. Dus eigenlijk empower je ze om anderen weer te empoweren. Zo zie ik dat wel. Dat is natuurlijk super mooi dat er een organisatie, een stichting is die dit op zich pakt en daarmee andere mensen aanmoedigt, aanspoort om ook in die voetstappen te treden.